Dat er bezuinigd moet worden is één ding, maar dat het hele buurtcentrum zal verdwijnen is voor de vaste bezoekers van de tamboer niet te begrijpen. Waar moet het naartoe? Die overheid, deelgemeente, gemeente, verwacht van burgers om iets van te maken van zijn omgeving. Maar wij konden dat niet alleen. De deelgemeente stond bij de bezuinigingen voor een moeilijke keuze. Jongeren, ouderen en maatschappelijk werk kregen de voorkeur boven opbouwwerk en buurtwerk. Maar helemaal verdwijnt het opbouwwerk niet. Wij zijn als deelgemeente veel meer wijkgericht aan het werken. En dat maakt dat ook die taak van het opbouwwerk minder nodig is of voor een deel op een andere manier gedaan wordt. Een wijkregie die dingen over zou moeten nemen, die kan best een heleboel overnemen, maar niet de essentie van het opbouwwerk. De activiteit van het opbouwwerk richt zich heel erg op dat meedoen, op mensen betrekken bij hun omgeving. Volgens planning zal dit buurtcentrum vanaf juni 2010 niet meer bestaan. Het alternatief voor bewoners is dan waarschijnlijk een onderkomen bij de deelgemeente in Huis te Krooswijk. Zij willen dan dat alle mensen die hier altijd kwamen, nu naar de deelgemeente komen. Nou, dat lukt niet, meneer. Die drempel is veel te hoog. De deelgemeente, dat is zo'n groot pakhuis. En denk ik, en toch, die zit in het volk. Die zit tussen die bewoners. Dus daar kan je heel makkelijk naartoe gaan, naar benaderen. Of een eventuele handtekeningenactie die de betrokkenen willen opstarten. De sluiting van de tamboer kan voorkomen, zal nog moeten blijken. Tot die tijd zullen bewoners moeten wennen aan het idee om voortaan bij de deelgemeente aan te kloppen.